De vier nieuwe ministers, André Misikaba, Sergio Akimboto, Rabinder Permisser en Vijay Chotkan, zijn vanmorgen beëdigd door president Desi Bouterse. De beëdigingsceremonie vond plaats op het terrein van het presidentieel paleis. De bewindslieden zijn voor hun beëdiging met enorme fanfare binnengehaald door het publiek. Met name Misikaba, Akimboto en Chotkan zijn met een aantal eigen aanhangers naar hun beëdiging geweest. Permisser neemt vanaf vandaag het roer over bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Lekram Surja neemt over bij ruimtelijke ordening, grond- en bosbeheer. Akimboto zal de scepter zwaaien op natuurlijke hulpbronnen. Misikaba gaat naar sociale zaken en volkshuisvesting, terwijl Chotkan, de bewindsman, is op openbare werken, transport en communicatie. Kort voor zijn beëdiging deed Akimboto een indrukwekkende mededeling. In mijn relatie met de vrouw met wie ik nu ben getrouwd, heb ik haar geslagen in een boze bui. Ze heeft aangifte gedaan in de politie, ik ben opgeroepen voor verhoor. Ik ben aangehoord en heen gezonden zonder voorgeleid te worden. Er is een dossier opgemaakt en dat is boven water gekomen. En ik wilde het volk van Suriname en u dat besparen. Voordat het gebeurt, dat ik dat aangeef. We zijn 10 jaar verder doorgegaan, we hebben elkaar vergeven. En we zijn het huwelijk gestapt. En ik vraag nu nog een keer voor het volk van Suriname vergiffenis wat ik heb gedaan voor de ondersteuning. Dank u. President Desi Bouterse was vol lof over de onthulling van Akimboto. Het staatshoofd vindt het een gedurfde stap en noemt de nieuwe minister een rolmodel voor de jongeren. Ik dank zijn geestelijke leiders. Maar ik dank hem in het bijzonder, hij en zijn vrouw, op welke voorbeeldige wijze deze jonge man is omgesprongen met een vraagstuk in zijn leven en heel open en eerlijk voor u, land en volk, maar meer nog voor God, belieden heeft in alle openheid wat er toen gebeurd is 10 jaar geleden. Ik zou vandaag heel veel kunnen zeggen, maar hetgeen ik zou zeggen, zou dit belangrijk moment overschaduwen. Ik wil het meegeven aan de jonge kaders, ik wil het meegeven aan onze jongeren. En ik ben bijzonder blij dat deze jongeman, niet zo lang geleden nog voorzitter van jongerenorganisatie van een hele grote politieke partij, zijn rol als rolmodel naar de jeugd weer inhoud heeft gegeven. President Desi Bouterse vandaag tijdens de beëdiging van de vier ministers. Het staatshoofd heeft er alle vertrouwen in dat de nieuwe bewindsmannen een goede beurt zullen maken.